Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over wat ik eet op een dag. Ik begin de ochtend altijd met water. Water reinigt je lichaam en het is gewoon echt super gezond. En soms combineer ik het met een citroen, want in citroen zit een bordevol vitamine C, wat weer echt super goed is voor je huid. En ja, eerlijk, ik word ook ouder. Dus ik wil ook dat mijn huid gewoon mooi ouder wordt, if you know what I mean. Dus ik doe altijd een beetje citroen erin en dan lekker koud water die ik bewaar in de koelkast. En dat is dan mijn ochtendshot. Oh ja, wat ook trouwens echt heel lekker is en wat ook erg verfrissend is, is om een beetje sinaasappel er doorheen te doen. Vooral in de zomer is dat echt een perfecte combinatie met wat ijsklontjes erbij en you're ready to go. Koffie is bij mij echt super simpel, gewoon een zwart bakkie. Daarna is het tijd voor mijn havermout. Ik vind het heerlijk om in de ochtend havermout te eten. En ik gebruik de havermout fijne vlokken van de Albert Heijn. Samen met een best wel oude banaan. Voor de rest heb ik dan mijn kokosrijstmelk. Ik vind die vooral lekker omdat er niet zo'n hele sterke kokossmaak aan zit. En de wilde bosbessen, ja, gewoon als topping. En ook gewoon van de diepvries, want dat vind ik gewoon makkelijk. En ahornsiroop. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je banaan al heel erg zoet is, dan hoef je niet nog ahornsiroop erbij te doen. Maar... En als laatste hebben we de amandelpasta. Super lekker. En dan prak je je banaantje. Ja, zo simpel. Een kind kan de was doen. En ik heb... Dit is mijn havermoutpannetje trouwens. Voor degene die mij volgen en mijn vlogs hebben gezien, die weten dat. Ik gebruik dit pannetje echt altijd voor mijn havermout. Ik meet het ook niet af. Ik doe het gewoon erin. En dan kijk ik hoeveel erin zit. En dan doe ik vervolgens wat melk erbij. Ja, en als het melk dan erbij zit, dan laat ik het lekker gewoon pruttelen. Ik doe het altijd op een laag vuurtje. En niet te hoog, anders brandt het heel snel aan. Dan krijg je echt zo'n verbrand smaak eraan. Dat is echt super vies. Dus gewoon een laag vuurtje en dan lekker mengen. Ik vind dit echt de perfecte combinatie voor je havermout. Want de banaan en de havermout en de kokosmelk, ik zweer het je, is echt hemels. Want het is super lekker. Het is echt een verslaving voor mij geworden. En ja, niet iedere ochtend heb ik er natuurlijk tijd voor, maar als ik het heb, dan doe ik wel all the way, if you know what I mean. En zo ziet het er dan uit. Het ziet er niet zo heel erg lekker uit. Ik zweer het je, het is echt lekker. Het is echt lekker smeuïg. Oh, maar dat roeren, dat is af en toe wel een beetje vervelend hoor, want je blijft roeren. Nou, ik heb hier even een kommetje gepakt en daar doe ik de havermout in. Ik eet gewoon alles op. I know, ik ben echt vreedzak. I love it. Ik hou van eten. En eten houdt van mij. Denk ik, hoop ik. Tja. En dan heb je hier de blauwe besjes die ik er dan gewoon op doe. Soms doe ik ze nog even onder de warme kraan. Want ze zijn wel echt super mega koud. Maar vaak kan het wel. Nu is hij net van de pan, dus dan is het niet zo heel erg. Ik heb er toch voor gekozen om ahornsiroop te doen. Ja, ik ben echt een zoete kouwer. Ik vind dat gewoon lekker. En als laatste heb ik ook, oh ja, mijn amandelpasta, boterpasta, I don't know hoe het heet. Maar dat is echt weer zoutig. Dus dat zoet met zout, ja, ik hou daarvan. En ik heb er toch voor gekozen om toch nog een beetje kokos aan toe te voegen. I know. Dus dit is wel echt een mega stevig, dik, groot ontbijt. Dus als je gaat sporten in de ochtend, is dit echt een, ja, is gewoon een toppie, een toppertje. Dan is het tijd om lekker te snacken. En wij snacken vandaag met een appeltje en of course weer mijn amandelboter of pasta. Super lekker! Nu dat ik dit zo aan het editen ben, eet ik echt veel. Maar ja, het is tijd voor een boterham. En de bakkersbollen van de Albert Heijn zijn echt goddelijk hiervoor. En ik heb sinds kort de bietenhummus ontdekt. Hummus, ik hoop dat ik het goed zeg. Maar het is zo lekker. En ik doe er van alles en nog wat op. En een één bolletje heb je echt genoeg. Nou, zo ziet het bolletje eruit. En hier heb ik avocado erbij gepakt. Want ik vind avocado is lekker romig.
Er zitten wel heel veel calorieën in. Dus ik gebruik meestal maar gewoon de helft ervan. Want ik ben echt dol op avocado. En ik eet bijna iedere dag avocado. Maar dat is echt niet goed voor mijn calorieëninname. Dan heb ik hier een rode paprika. Ik vind de rode altijd het lekkerst. Laat me weten in de comments welke paprika jij het lekkerst vindt. Maar ik ben echt helemaal fan van de rode. Ze zijn lekker zoet, lekker sappig. Helemaal precies zoals ik het wil. En dit is dan het eindresultaat. Het ziet er echt super kleurig en vrolijk uit. En ja, dat maakt me ook altijd blij. En ik doe er nog wat paprika en worteltjes bij. Het is alweer tijd voor snack nummer 2. En ik heb mijn favoriete mok erbij gepakt. Ik vind mijn theedingetje zo schattig. Ik heb niet echt een voorkeur trouwens voor wat voor groene thee ik neem. Ik neem meestal wel biologische groene thee, maar van welk merk maakt er in principe eigenlijk niet zo heel veel uit. En walnootjes voor een kleine snackje. Dan is het tijd voor avondeten en vanavond eten wij natuurlijk weer met kruimel gehakt, wat natuurlijk vegan is, dus het is geen echt gehakt. Heinz, tomaat frito en we hebben hier een wortel en Italiaanse kruiden, want ik ga namelijk een pasta maken. Pasta vind ik altijd wel makkelijk, want ik heb deze video opgenomen op een dinsdag en Alessia gaat dan meestal voetballen, dus dan is het wel fijn als ik iets makkelijks maak. Wat ook makkelijk klaar is voor avondeten. Ik braad even alles aan. Ik kook de spaghetti. En ja, dat is het eigenlijk. Zo moeilijk is het niet. Een kind kan de was doen. Het is eigenlijk een heel simpel gerecht. Maar het is lekker en makkelijk. En ja, voor door de week is het gewoon super. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Ik upload video's 2 keer in de week over mijn moederleven. En natuurlijk ook over mijn privéleven. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Eet smakelijk!